Maar nu is het toch weer hoop voor ons. Want ik heb geen zin in al die lasten. Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag best wel een speciale dag, want Ferry komt vandaag langs, maar Ferry komt niet zomaar langs. Ferry komt met een reden langs. Ferry en Thomas gaan vandaag een parodie maken. En Thomas die is ooit begonnen met zijn YouTube kanaal met sketches en parodieën. En een tijdje geleden is hij daarmee gestopt. En vandaag gaan ze voor het eerst weer een parodie maken. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze, ja, hoe het uit gaat pakken. Wat ze ervan gaan vinden. Ik weet dat Thomas parodie maken heel erg leuk vond. Maar ja, we gaan het kijken of hij het leuk blijft vinden en of hij het misschien vaker kan gaan doen op zijn kanaal. In ieder geval, als je de parodie wil zien, linkje van zijn kanaal staat in de beschrijving. Het is Thomas. Dus ja, als je benieuwd bent, ga dan vooral even kijken. Ik ga nu even douchen, want Ferry kan hier over 10 minuten zijn. En ja, ik zit nog in mijn pyjama helemaal... helemaal nog niet klaar. Dus ik ga even snel douchen, tanden poetsen, make-up opdoen en dan gaat de dag beginnen. Oké, Ferry en Ludo, die zijn aanwezig. Hey. En Thomas, die zit daar de parodie een beetje te schrijven. Hey. Ja, hij is echt heel goed hoor. Ik had hem gisteren aan de telefoon. Ik zeg, Thomas, jij moet het schrijven, want ik ken het niet. Ik moet trouwens eventjes de batterij opladen. Oh, van wat? Van de camera. Oh, want anders kunnen jullie niet filmen. We hebben straks een extra ster ook erbij, hè? Dat is echt niet normaal. We hebben echt een megaster. Die, ja, niemand... Het is een beetje soort van geheim wie er komt straks. Maar er komt straks een guest appearance. Ja. But nobody knows who. Ooh. Toegelopen om de banden van deze wagen op te laten pompen. Wat natuurlijk best wel zwaar is, want de banden zijn leeg. Dus ik moet met en een zware kinderwagen en sowieso een kinderwagen naar de stad toe lopen. Wat een uur lopen is. Maar goed, het is gelukt. De banden zijn opgepompt. En nu gaan we weer lekker naar huis lopen. Eerst nog even naar de visboer, want Ferry, Ludo, ik en Thomas hebben trek in vis. Gaan we lekker visje eten. Oh, ik ben zo helemaal buiten adem. En daarna gaan ze, als het goed is, de opnames doen voor de parodie. Ga ik nog even in de avond een schnitzel maken met groenten. En dan gaan we dat ook lekker eten. Ik kan alleen maar denken aan eten op het moment. Ik heb zo'n honger. Ik ben echt... ja, ik ben al 1,5 uur ruim aan het lopen. Ik ben rond 1:30 weggegaan. Het is nu 3 uur. En de heenweg ging natuurlijk wat moeizamer dan de terugweg. Maar goed... Maar nu is het toch weer hoop voor ons. Want ik heb geen zin in al die lasten. Ik wil gewoon dat het is als het begon. Dus ik zet een... Ik denk dat het is, hè? Maar nu is het toch weer hoop voor ons. Want ik heb geen zin in al die lasten. Ik wil gewoon dat het is zoals begon. Dus ik zet een...
Lukt het? Nee, echt niet? Nee, het is een beetje pittig. Laat Ferry hem gooien. Welke moet ik doen? Ja, even een hoge. Bij ja, welke hoge? Bij het refrein! Bij het refrein! Bij het refrein! Oké, okay, maar wat is dan, mag ik het horen dan? Welk stukje? Oké, okay, zet maar gewoon neer. Gewoon, ik zet een liedje neer. Dus ik zet een liedje neer! Ja. Dus ik zet een liedje neer. Weer een keer. Janken. De blanke. Hollands. Waar ben je nou aan het doen? Je bent accentjes aan het doen. Ja, maar helemaal. Niet die ogen. Dat haal ik niet. Nee. Guten Tag, ik ben Klaus. Ja, ik ben een skileraar. Dit is een van de pruiken die Ferry heeft meegenomen. Wat vinden jullie? Moet ik dit kapsel nemen? Of deze? Deze kan ook nog wel bij jou. Wacht, ik zal het even opzetten. Ah, maar dit is gewoon vol. Nee, deze is niet zo leuk. Dit is met je Lady Gaga. Ja. Aan het editen en ik ben erachter gekomen dat de vlog een beetje kort is. Gelukkig hebben we morgen en overmorgen gewoon weer wat langere vlogjes. Maar we waren vandaag gewoon druk aan het werk en ja, dan vlog je af en toe wat minder. Maar wel natuurlijk met een leuk resultaat, want de parodie staat inmiddels online. Link staat ook in de beschrijving. Dus als je het leuk vindt om even te kijken, check het dan vooral eventjes. En dan gaan we nu over naar Snap of the Day. Jullie zijn echt super toffe YouTubers, maar ik heb één vraag. Wat doen jullie als de kinderen net beginnen te huilen als jullie net zitten? Want ja, laat je dan even huilen of ga je... Als eerst heel erg bedankt dat je ons super toffe YouTubers vindt. En wat doen wij als de kinderen net beginnen te huilen en we zitten net? Ligt er heel erg aan in welke situatie het is als ze bijvoorbeeld hun laatste fles in hun bedje krijgen... Dan liggen ze dus met de fles en als ze dan beginnen te huilen, dan is het waarschijnlijk omdat de fles uit hun mond is gevallen. Ik weet dat heel veel mensen erop tegen zijn om je kindje de laatste fles, ja, een fles gewoon zonder het te geven. Maar dit was altijd de fles om 12 uur en dan sliepen ze gewoon, dus dan in hun slaap gaven we die fles. Voor de rest geven we alle flessen met hand. Maar ja, soms werden ze dan wel eens wakker als de fles eruit viel. Dus dan sta je wel gelijk op en ga je naar je baby toe. Maar over het algemeen laten we ze wel eventjes huilen. Vaak is het ook gewoon, ja, als ze geen honger hebben of niet meer willen knuffelen, want soms gaan ze ook wel eens tijdens het knuffelen huilen en dan willen ze gewoon even met rust gelaten worden. Vaak gaan ze gewoon huilen omdat ze dan moe zijn. Dan is het gewoon een kwestie van even uithuilen en in slaap vallen. Dus het ligt er heel erg aan in welke situatie het is. Of je kindje moe is, of je kindje honger heeft. Of... ja, daar ligt het gewoon heel erg aan. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Vergeet vooral niet te abonneren, ons te volgen op Instagram en Snapchat. Onze Snapchat is snapstellig, dus als jij nou ook een snap of the day wil sturen, dan kan dat via snapstellig. En dan zie ik jullie gewoon morgen om 6 uur weer met een nieuwe vlog. Bye!